Vandaag in presentator Wilfred Gene vraagt Marte Kruif, commandant Landstrijdkrachten en Barschast, of hij geen premier zou willen worden. Geen haar op zijn hoofd die eraan denkt: Nee, ik kan dat niet. Veel te weinig geduld. Maar waar Kruif zich terugtrekt uit de race, staat Johan te popelen om Mark Rutte te vervangen. Ik ben er klaar voor, grapt hij in de. Dat is groot nieuws, zegt sportjournalist Valentijn Driessen. Wilfred lacht zijn typische lach. Hij ziet de krantenkoppen al voor zich, Johan Derksen klaar voor het premierschap. Ondanks een aanhang die stevast elke werkdag om 21.35 uur voor hem naar SBS zapt, heeft Johan minstens zoveel vijanden. Inmiddels loopt er zelfs een aangifte tegen de presentator. De Friese tak van discriminatieplatform discriminatie.nl heeft het namelijk op hem. Dit vanwege de racistische uitspraak die Derksen eerder deed in Vandaag Insight. Daar zei hij onder meer dat GroenLinks PvdA-kamerlid had de de hoop geen echte Fries is. Mocht hij daadwerkelijk een carrière in de politiek ambieren, kan dit hem nog flink in de weg gaan zitten.